Breda heeft een soort van plekje van, hey, ja, kom maar spelen. En als ik maar kom spelen, ben ik happy. En als er dan fijne mensen er zijn, iedereen is relaxed, dan heb je mijn streepje voor. Breda nu. We zitten hier bij Bel Air. Vanavond speelt Dave Vermeulen hier bij Live onder de Luifel. Someone is born in the south. Over the river. Is het een beetje gezellig? Ja, is hartstikke gezellig. Ja, leuk. Ligt het nu aan de muziek of aan de sfeer op het trap? Nou, beide denk ik. De sfeer hier, dat is leuk. Ja. Normaal, ik ben hier geboren en getogen en na wat omzwervingen kom ik toch steeds altijd weer terug in de stad. En ik kom altijd mensen tegen die ik ken. En, even een drank. Je hebt een drankje en dan ga ik weer verder. Nog een drankje? Ja. Hapje erbij? Ook. Ja, 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 ja. Helemaal gezellig. People don't really understand life in a southern town. Get yourself in the moment. Hans, ik hoor dat ik bij jou moet zijn als het over muziek gaat. Ja, een beetje. Ik weet wel wat, maar niet veel. Dus je zit hier ook al afgelopen weken onder de Live onder de Luifel? Ik kom regelmatig hier, ja. En I was born in the sand. Ik wil weten wat jullie hier brengen. Vooral de muziek toch wel, jawel. Ja. En gewoon, het is gezellig hier. Ja, lekker buiten, op het terras. En hoe zou je de muziek van Dave omschrijven? Van deze artiest bedoel je? Country-achtig. Ik hoorde iets van Tom Petty voorbij komen. Nou, er zit ook een beetje in de country-rock hoek. Heren, jullie hebben gezorgd voor een lekker sfeertje. Hoe gaat het vanavond? Ja, wel goed. Het is inderdaad lekker. Mensen zijn aan het genieten van een drankje en zitten er lekker bij. En wij zorgen voor muziek. Top. En ik hoorde dat jullie dinsdag ook spelen op Palmparkies met de hele band. Ja, dat is meer southern rock, blues rock. Ik heb hier dus meer mijn... Wat ik hier doe is meer mijn solo materiaal, wat iets meer country-Amerikanen is. En met Volte speel ik in dat op Palmparkies. En dat doen we ook in Breda, dinsdag. Ja, dat is iets meer gasrol. En deze zomer, wat zijn de plannen voor deze zomer? Spelen. Ik heb nou geloof ik 9 shows in 10 dagen of zo. En dat gaat eigenlijk zo door de rest van de zomer. En we mogen niet klagen, denk ik. Spelen is wat dat betreft het mooiste wat er is. Wat heb jij met Breda eigenlijk? Nou, praat maar. Nou, ik speel er 4 keer in 4 maanden of zo. Ik kom zelf uit Helmond. Ik ben wel een Brabander. En Breda op de een of andere manier altijd met open armen. Als ik een tour ga doen, of dat nou met Voltage, of dat nou solo is, of dat nou Tom Petty is. Altijd boeken ze in Breda. Ik heb geen idee waarom. Ik denk gewoon dat Breda dan de muziek die ik speel te gek vindt. Daar ben ik heel blij mee ook. Dus nee, Breda heeft een soort van plekje van, hey ja... Kom maar spelen. En als ik maar kom spelen, ben ik happy. En als er dan fijne mensen er zijn, iedereen is relaxed, dan heb je mijn streepje voor. Breda nu.